It's a sad, sad planet. Sad, sad. A sad planet. Sad, sad. Wasn't there Jesus who said it? It's a sad, sad planet. Zo, hè. Lekker onderuit in mijn zetel. Ik gewerkt. Jongen, jongen. Komt die Poolse kaasvrouw. Die komt op me af. De lelijke mormel. En weet je wat die zegt? Zeg, Kar. Het gaat om dinsdag seks. Ik zeg, pardon. Of ik dinsdag seks heb. Dus ik zeg, je denkt toch echt niet dat ik je ga betalen. Hè? Dat ga ik toch echt niet doen. Dat is veel te makkelijk. In dit land wordt gewerkt. Maar luister, Maria. Luister eens. Ik heb jou gisterenmiddag horen zingen. Ik heb je horen neurien. Toen je over de pot aan het schrob... Je begint niet te zagen en te zaken over al die spetters. Dan had je mijn man niet van die ongelooflijke gore Poolse borst moeten geven. Van die bietensoep. Dat had je niet moeten doen. Maar ik heb je horen neurien. En I'll make you a star. En die vent van jou ook. Speelt hij toevallig geen trekken harmonicum? Hè? Op Poolse trouwfeestjes of zo, dergelijke. Dus wat gebeurt er? Evil Soup wordt een gigantische hit in Polen. Zo groot wordt die hit dat Mauro en Maria hun eigen Poolse kaasvrouw kunnen betalen. Eentje met zulke borsten. En Mauro is gewoon ook een Poolse jongen van vlees en soep. Dus nu verlaat hij mijn kaasvrouw voor zijn eigen Poolse kaasvrouw. Smart sex with a winner. Nou, dat was dus het begin van het einde. Want na een ontaarde nacht stikt Maria in haar eigen borst. Net zoals mijn vroegere cliënten Joplin, Hendricks en Lottie. Zo hé. En Cor? Nou, Cor die blijft alleen achter met Mauro, die in een diepe crisis zit. Krotjes, zeggen ze in het Pools. Een nieuwe Mauro ontstaat. Een donkere Mauro. Een weird owl Mauro. Een Mauro die steeds gevaarlijker, ontoegankelijker en krankzinniger muziek maakt. Bye bye, Evil Soup. Hello, evil superstars. Ik heb van de week bij de Chinees nog eens borst besteld. Of was het andersom? Ik ga naar de Pool en ik bestelde Foo Young Hai. En dan kreeg ik soep met stokjes. Dat is ook heel raar. Dan denk ik, maar wat leidt dat toch allemaal toe? Dat soort fusies in de keuken. Ik vreet dat nu op, die borst. Godverdomme, man. Borst is coming out of my ass. Feels kind of sore. It's a rash. Polish soup. It's accompanied by gas. Dat bedoel ik. Zo makkelijk gaan de dingen. Ja, talent. Dat doen we zo.